lopen nou als je erg leuk vindt? Nou, ik vind het ook niet vervelend natuurlijk. Ik liep altijd wel hard, maar... Je reed hard. Ja, ja, ja. Nou, ik liep ook hard hoor, maar dat was maar 6 kilometer en door het bos. Toen vroeg de Beatrix ziekenhuis in Winterswijk. Die hadden hartapparatuur nodig die ze zo van de minister niet kunnen krijgen. En ze hebben ze deze actie op touw gezet en vroegen om ons om mee te lopen voor de, omdat we publiciteit aan te geven. En het gaat dus om geld voor een goed doel. Dus jullie lopen eigenlijk in plaats van de minister? Ja, ja, dat zou je kunnen zeggen, ja. Zeg maar, het vliegtuig gaat maandag alweer terug. Nee, dinsdag geloof ik, of ja, niet? Ja. En red je dat? Jawel, jawel, jawel. Paul loopt hem uit in een hele goede tijd. En ja. Een hele goede tijd. Jazeker. Wat is een goede tijd? Nee, weet ik niet. Drie uur. Hij zit maar wat te kletsen, want ik heb nog nooit die afstand gelopen. Maar ik denk hij loopt heel goed. 3,5 uur. Maar je hebt nog nooit gelopen? Nee, ik heb nog nooit gelopen. Maar ik ben laatst bij jullie in een concert geweest in Wijk bij Duurstede. Dan gaat er zoveel vocht over het toneel, dan heb ik het niet over water. Ik bedoel, van buiten lijkt het nog aardig, maar hoe is het conditioneel? Conditioneel is het met ons beiden allebei echt prima hoor. Het is alleen die blessure die me weerhoudt, als ik hem niet uit zou lopen, is het door een blessure. Wat voor blessure? Nou, in de voet, in het spronggewricht, weefselirritatie, weet ik wat, maar het is een zenuw ontstoken. Dus die wordt plat gespoten, maar ja, dan kan je weer niet zo best lopen. Dus het is welke voet is het? Rechtervoet, spronggewricht. Nou, niks aan te zien hoor. Ik heb alleen een verhoogde zool erin. Maar laat zijn dat het je linker doet. Inlegzool. Maar dus het is alleen die blessure die roet in het water kan gooien. Daarom durf ik geen uitspraken te doen over tijden en dat soort dingen. Ja, maar de conditie, we hebben serieus getraind hoor. Dat alleen echt wel. De tijd was veel te kort. We hebben honderd, zeg maar, 3 maand voorbereiding kunnen hebben. Dus. En dan krijg je dat soort extreme dingen. En lopen jullie als normale lopers of met klompen of kazen op je hoofd? Of? Ja, hier Hendrik. Vriend Havenkamp, die loopt hem op klompen. Dus dat wordt nog wat. Hendrik Havenkamp loopt klompen. Ja, daar zijn we nog een turbo in aan het bouwen. Dus 4,5 uur zal ik hem lopen op klompen. Wat is met de kap? Bast hem iedere keer de kap van de klompen af. Dat is vervelend, hè? De tweede keer gebeurt nog. Gisteren was ik nog weer. Ja, en dan zeikte mijn hond in de klomp en dat soort dingen. Dat is iedere keer narigheid met hem. En als jullie het halen, is dat commercieel voor jullie ook van belang? Komt daar weer een plaat van? Of? Er is een plaat van. Er is een plaat van? Ja, een single. Nou, we zijn met tijd niet in Nederland geweest. Er is een plaat van. We zitten in Luxemburg, zoals je weet. Ja, ja. Er is een plaat van en met op de andere kant een ander liedje. En dit liedje en de opbrengst ervan is ook weer voor het goede doel. Dus... En het lied. Ja, ik heb een speciaal zakje gemaakt en dat doet van alles in. Ja, doping. Oh, sorry, dat mag ik niet zeggen. Nee, maar ik denk dat je. Kijk, overal heb je voldoende drank. Ik moet één ding zeggen. Er zijn een hoop mensen, ja, hou het even bij water. En er wordt wel, en dat is misschien gek, veel Coca-Cola gedronken. En kan je. Ja, maar dat moet je geven van mezelf weten. Houd het voorlopig bij sportdrank. Ja. En elke 2,5, 3 kilometer sponsen enzovoort enzovoort. Maar. Afhankelijk het weer, houd rustig met drinken. Want als je te veel, je hebt de neiging als je dorst krijgt, te veel drinken, krijg je daar grote problemen mee. En het is jouw eerste marathon, ja. Dus heel voorzichtig aan. En zeker in New York, heel voorzichtig aan. Maar ik wil je wel geruststellen, na afloop, mijn beste vriend, hebben wij een biertje, niet één, maar meerdere. Gelukkig. En nog een merk wat uit jouw buurt komt. Zo. Dus jongen, heimwee zul je niet krijgen. Ja, vind ik verschrikkelijk fijn om te horen. Ja, en dus noods, ik heb het wel eens gehoord dat men heimwee hebt, dan heb je een plastic bakje, daar doe je bier in en dan ga je met je voeten in het bier zitten en heb je geen heimwee meer. Wist dat is het beste advies wat ik sinds weken gehoord heb. Okay. Hartstikke bedankt. Succes. Ja, dankjewel. Was ook bij de training, de traditionele training en voorbereiding en verkenning van het parcours.